Welkom terug op de Druk in Leuven, de eerste boekenbeurs met live publiek sinds corona. Vandaag, of mijn volgende gasten, zijn twee toffe heren, Robert Tilly en Guy van den Langenberg. Heren, welkom. Hey, dag. Dankjewel. Wel, jullie zijn vandaag hier om te praten over jullie nieuwe boek, Wieler Snapshots. Het is een zeer unieke boek geworden, hè? Dat hopen wij. Ja, kunnen jullie een beetje vertellen waarover gaat het boek? Robert, Robert. Het idee kwam van hem. Ja, het was dus, je noemt zelf de coronaperiode net, de lockdowns. Het wielerseizoen werd in 3 maanden geperst om toch nog door te gaan. Echt elke dag was superkoers. En ik lag lui op de bank naar alles te kijken, tekeningetjes te maken. En ik begon er verhalen bij te schrijven. Ik had eerder zoiets gedaan met Ajax. Ik denk, nu wil ik een wielerboek. Maar toen had ik nog iemand nodig om de commentaren op mijn werk te schrijven. En toen is Guy in de beeld gekomen. Maar voordat ik Guy had, duurde heel lang. Toen ik Guy eenmaal met hem in contact kwam, was het binnen een half uur geregeld, toch? Ja, ongeveer wel. Ja. En jouw bijdrage is eigenlijk leuke teksten schrijven bij de tekeningen van Robert? Ja, Robert heeft zelf teksten geschreven en ik mag daar dan als professioneel wielerjournalist commentaar geven bij zijn bedenkingen over bepaalde renners. En dan probeer ik hem te weerleggen of probeer ik hem gelijk te geven, wat zelden gebeurt. Het is eigenlijk een wisselwerking tussen twee schrijvende mensen. Het is een beetje bijna, omdat jij ook iedere reactie begint met hoi Robert, is bijna een brievenboek. Het is correspondentie tussen twee wielerfans. Ja. Ik ben natuurlijk niet de echte fan. Enfin, ik ben wel de fan, maar ik probeer het dan ook een zekere serieus te geven, omdat ik ook de... Dat is zo, maar kinder ben, hè? Maar inderdaad, dat zou moeten zijn. Maar Bert Wagendorp heeft in een recensie in de Muur geschreven: er is geen Belgische wielerjournalist te vinden die niet tegelijkertijd ook zot is van de koers. Ja, dat is wel waar. Oké, okay. Ja, klopt. Ja, dat is wel juist. Dat is wel juist. Dus we zijn er eigenlijk allebei zot van. Maar ik begon ermee en ik had echt dringend iemand nodig die daar tegen inging. Ja. Inderdaad, om me gelijk te geven of ongelijk te geven. Af en toe een stevige reprimande. Ja. Nou. Ja. Toch? Ja. Zeg, en de Wieler Snapshots, van waar komt dat? Eigenlijk de titel. De... Ja. Nou, dat eigenlijk, die tekeningetjes zijn een soort snapshots van situaties waar die renners zich in bevinden. Ik ga altijd op zoek naar een gezichtsuitdrukking die ik typerend vind voor een bepaalde renner. En ik weet toevallig dat jij gek bent op Peter Sagan. Ja, ik mag dat niet te laat zeggen, mijn man gaat dat niet appreciëren, maar het is wel een knappe gast. Het is een knappe gast, maar ook hij springt eruit qua persoonlijkheid. En met zijn blauwe ogen. Ja, helemaal. En hij heeft een soort spot in zijn ogen en dat wil ik dan in die tekening hebben. Ja. Dat. En bij iedereen zoek ik zoiets. En ik heb gewoon een bepaald idee in mijn hoofd van als ik die uitdrukking weet te vinden, dan is het pas gelukt. Ja, dus als ik deze laat zien aan de lezende dames, dan weten ze wat ik begrijp en wat ik bedoel. Ja, dat lijkt mij wel. Ja, voilà. Kijk eens aan de Peter Sagan. Uiteindelijk zijn het 40 renners portretten geworden. Dus je hebt de 40 tekeningen gemaakt. Zijn de mannen en vrouwen, klopt dat? Ja. Ja. Ja, inderdaad. Dus vrouwenwielrennen vinden jullie ook... Ja, ja, in Nederland is het vrouwenwielrennen enorm populair. Ze hebben ook de wereldtop is Nederlands. Lotte Kopecky. Er is nu gelukkig een Belgische bijgekomen. Die voor een Nederlands team rijdt. En dat is ook heel leuk. Met een Belgische sponsor. Ja, precies. Maar wij hebben die ook op tijd in de gaten gehad in 2020. Toen niemand nog een stuiver om haar gaf. Want jij was zelfs verbaasd dat ik haar eruit viste. Van, ken je haar? Ja joh. Dat is ook wel. Ja, en dat is wel heel leuk. Daar komt ook echt die wisselwerking. En wie is dat? Lotte Kopecky. Ah, Lotte Kopecky. Maar dat is echt een momentje van de wisselwerking tussen Guy en mij. En zegt hij van, hé, ken jij haar? Want hij denkt dat ze heel onbekend is. Maar omdat wij veel vrouwenwielrennen op televisie krijgen, kennen we haar natuurlijk. Ja. En inmiddels rijdt ze voor dat Nederlandse team met de Belgische sponsor. En heeft ze de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Ja. Heeft ze Strade Bianche gewonnen. Zij is echt een kanjer. Ja. 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 En ze is natuurlijk ook wereldkampioen op de baan. Zit ze hier ergens op? Nee. Nee, nee. Nee. En dan niet op de Nee, maar die grote overwinningen zijn pas gekomen na de publicatie van dit boek. Ja. Want dit boek dat is echt een mooie afgeronde periode. 2 seizoenen corona.
En hoe ik ernaar keek en hoe hij erop reageert. Terwijl de echte doorbraak van Lotte Kopecky is dit jaar. Met Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Ja. Die als ze nu alleen nog maar lekker banden zou krijgen. Ja. Dan is maakt niet uit. Maakt niet ze, uit. Ze heeft alles bereikt wat je ze kunt bereiken, toch? Ja. Er komt nog meer, er hoor. Er komt nog meer aan. Ja. Ze is vrij jong, 25, 26. Ja. Ja. En zij heeft de potentie om alle soorten wedstrijden te winnen. Dus dat is heel goed voor ons, want het Belgische vrouwenwielrennen stond op een zeer laag pitje. Ja. En zij zorgt ervoor dat het allemaal wat internationaler wordt. Dat niet enkel Nederlanders zijn die winnen. Dus, en Italiaanse. Dit seizoen is het trouwens ook Italiaanse. En er staat niet één Italiaanse wielrenster bij. Dat zou ik nu anders doen. Oh, dat is jammer, hè? Ik ben al bezig aan een tekening. Van Marta Cavalli. Oké. Okay. Ja, die staat in de stijgers. Oké. Okay, dat is heel goed. Ja? Dat is echt heel goed. Oké, okay, ja. Ja. Ja, kijk eens, jouw ogen zijn aan het fonkelen als je praat over talent, Dat vind ik. Ik vind het, ze is al talent af, want ze heeft twee grote koersen gewonnen al dit jaar. Hè? Dus ze heeft Amsterdam Gold Race gewonnen en de Waalse Pijl. En daar heeft ze echt Annemiek van Vleuten op de pijnbank gelegd. En ik vond het echt zo mooi hoe ze over de streep kwam. Ze kwam als een soortje rommeke over de strepen, zo met de spierballen zo. Dat vond ik echt, zag echt mooi uit. Ja. Terwijl het eigenlijk een heel bescheiden vrouw is, denk ik. Ja, ja. Zeg, waarom zouden wij je boek Wieler Snapshot kopen, Guy? Omdat het een uniek document is. De tekeningen zijn prachtig. Dat moet ook al gezegd worden. De wisselwerking tussen twee mensen die elkaar niet kenden. Die over de koers babbelen, over het wielrennen babbelen, over wielrenners babbelen, over wielrensters babbelen. Het enthousiasme van Robert en ik probeerde dan iets nuchterder tegenover te staan. De nuchtere Belg tegenover de enthousiaste Nederlander. Dat is toch ook de omgekeerde wereld, hè? Ja. Dus ja, het zijn eigenlijk 40 mooie verhalen. En je hoeft het niet in één ruk uit te lezen. Nee. Ik bedoel, elk verhaal staat los. Ja. Dus je kan het op nachtkastje leggen, een verhaal lezen. Ja. De volgende dag of een week later lees je het tweede verhaal. En daarvoor hoef je het eerste verhaal niet gelezen te hebben. Ja. Dus je kan er de kersen uitpikken die je lekker vindt. En is het ook iets voor sommigen onder ons die niet zo zijn gebeten door de wielrennersvirus? Is dat een boek dat ook toch wel. Makkelijk leest? Wat ik het leuke vind, is dat je, omdat ik dus de fan ben, ik laat als fan zien wat ik er mooi van vind. En dat wordt dan bijgekleurd door de professionele mening, of de mening van de professional, kan ik beter zeggen. Ja. En ik denk dat mensen die nooit de koers gevolgd hebben, mijn vrienden bij Ajax, die er echt weinig van weten, niet allemaal, maar die zijn geïnteresseerd. Ik heb een medesupporter op de tribune, die kan heel leuk praten over honkbal en American football. Dat zijn sporten die mij niks zeggen. Maar als iemand, een vriend van mij, erover begint, dan ben ik bereid daarna te gaan kijken. En ik hoop dat het ook op deze manier gaat van mensen die niet wielrennen volgen. Om wielrennen, mannen en vrouwen te leren kennen. Ja, en ik denk dat we de renners heel goed typeren. Ja, kijk eens aan. En laten we eerlijk zijn, er is in Vlaanderen niemand die niet van de koers houdt. Ja. Iedereen kent Wout van Aert, iedereen kent Mathieu van der Poel, dus... Dus ik denk wel dat er een heel breed publiek voor het boek te vinden is. Ik denk dat dat ook is. En kijk hoe mooi dat is. Robert, je hebt alles zelf getekend. Ja. Mathieu van der Poel. Die rijdt nu in het roze in de Giro. Ja. Maar ze staan tegenover elkaar. En dat is in vier gevallen in het boek zo. Stare down zoals met boksen. Dus voor een bokswedstrijd kijken boksers elkaar aan om elkaar een beetje gek te maken. Die twee renners zie je bijna altijd tegelijkertijd in de koers. En dan is de een is eerst en de ander tweede of omgekeerd. Maar als zij in koers zijn, dan is het altijd feest. Trouwens, zet er Alaphilippe bij en het wordt nog leuker. Ja, voilà. Ja. En dan is het altijd spannend. Ja. En iets valt te beleven. Absoluut. Ja. Zij zijn de kroonjuwelen van het huidige peloton. Ja, kijk eens aan. Voilà. En zijn alle twee Belgen? Nee. Mathieu is Nederlander. Ja, is dat niet een beetje
Discutabel. Wel, hij is geboren in België. Hij woont al heel zijn leven in België, maar hij heeft een Nederlands paspoort en rijdt voor Nederland. Dus een beetje van beide. En, als hij verliest, is hij een Nederlander. Als hij wint, is hij een Vlaming. Kijk of eens een aan. Belg. Hè? Maar zo kijken wij ook tegen Wout van Aert. Ja, want Wout van Aert heeft ook. Zijn opa was Nederlander. Was Nederlander. Ja. En hij rijdt voor een Nederlands team. Ja. Dus. En in mijn hart neemt hij ook dezelfde maar plek Maar hij in. Wel in België. Nee. Ja, 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 ja. Ja, is geboren, ja, ja. Denk ik toch. Ja. Dus in voor België. Mij is een Belg. Ja. Ja, ja. En zijn naam wordt met een kleine V geschreven, wat typisch Nederlands is. Ja. Ah, ja. Dat is Wout van Aert en de van is met een kleine V. Wat en bij hem is het Van den Langenberg, alles met hoofdletters. Alles met hoofdletters. Ja. Maar, daar heb je hem ook nog eens een keer over op de vingers getikt, van dat zo was. Ja. Dat onderscheid is heel belangrijk. Ik heb me laten vertellen dat als er een kleine V is, is er van adel? Nee. Nee. In Nederland of niet. Niet meer. Of niet, in Nederland in niet. In Nederland niet. Ja, in België, België wel, wel, denk ik. Ja, ik dacht ja, het ook ja. Al. Ja, alright. Maar kijk, is er nog stof om na te denken en zeker te lezen in het boek van Robert. Hè? Robert ja, je hebt een heel zeldzaam exemplaar, want wij hebben alleen maar met een doffe kaft en jij hebt een gladde kaft. Ik heb een gladde. Ja. Ik ben ja. I'm special. Kijk ja. Eens aan. En het boek is prachtig, prachtig ja. Geworden. Ja. Proficiat met jullie boek. Ik zou zeggen ook bedankt voor jullie komst vandaag. Graag gedaan. En, we komen graag terug. Ah, maar kijk eens aan. En ik zou zeggen, veel succes met de promotie ja. Van de wieler snapshots. Dankjewel, heren. Hè. Dankjewel. Dankjewel.